Dit is ze dan, Senda, de nieuwe stagiair van wooncorporatie Welbions. De jonge dame volgt de opleiding tot politiehond. En hier, bij een flat in de Hengeloze S, mag ze doen wat ze het allerliefste doet. Lekker snuffelen. Vakkundig gaat ze op zoek naar poep- en piesresten. En dan is het voor haar een klein kunstje de weg naar de mogelijke dader te vinden. Ja, hij doet het fantastisch, want hij snuffelt aan een plasje en hij loopt rechtstreeks naar bepaalde nummers. Als Senda een verdacht huis heeft gevonden, krijgt de bewoner niet direct een bekeuring. Ook wettelijk zou je zelfs een DNA-test moeten doen om zeker te zijn wie ze poep of plas het eigenlijk is. Wel worden de nummers even genoteerd en gaat Marjan Stroot binnenkort langs voor een goed gesprek. Stel dat we zouden kunnen bewijzen dat deze hond dit plasje poepje daar neergelegd heeft, dan nog is het geen kwestie om te bekeuren, maar om de mentaliteit te veranderen. En dat doe je door middel van gesprek, toch? Het is een probleem bij bijna alle wooncomplexen. Pies en poep op plekken waar het helemaal niet hoort. En afval op de galerij of op straat. Het overgrote deel van de bewoners gedraagt zich keurig, maar een enkeling vergalt zo het woonplezier voor de hele flat. Je komt wel vaak poep tegen hier. Dus ja, het is wel vervelend natuurlijk. Vooral als het voor je eigen ingang ligt, recht voor je deur. Dat je er nauwelijks omheen kan, zeg maar. Ja, het is wel vies dat mensen dat niet gewoon even opruimen daar als het gebeurt binnen. Een paar mensen maken kapot voor een heleboel. Senda's speurwerk in de flats is vooral preventief bedoeld, want wie wilde nou betrapt worden door een hond? En de bewoners zijn blij dat er iets aan het probleem gedaan wordt. Het zou goed zijn, ja. Er ligt hier heel vaak stront genoeg. Ik vind het asociaal. Laat ze gewoon die hond op tijd uitlaten. En laat ze hun troep opruimen. De reacties van mensen zijn zeer positief. Dus ik ben blij met onze stagiair. Ja. Op naar de volgende flat op zoek naar wildplassers. Senda is de enige stagiair bij Welbions die de beschikking heeft over een eigen dienstauto met chauffeur. Hi.